Nou, welkom bij Nox Spellersholder. Ik ben hier bij de stand van Identity Games. Ik mag spreken met Jeroen, een van de medewerkers van Identity Games. En die gaat ons wat vertellen over hun nieuwste spel, Boom Boom Balloon, onder andere. Ja, dat klopt. Dit is Boom Boom Balloon. Het is een heel eenvoudig spel met een enorm hoge spanningsboog. Zoals je ziet, het is een plastic constructie waarbinnen je een ballon opblaast. Vervolgens zijn er 9 pinnen die eigenlijk klaarstaan om een weg in de ballon te vinden. Het is heel eenvoudig. Men gooit een dobbelsteen. De dobbelsteen bepaalt hoeveel klikjes je de stokjes in de ballon moet duwen. Ja, de ballon die neemt steeds gekkere vormen aan en komt steeds meer spanning in staan. En als die in jouw beurt klapt, dan heb je verloren. Je zegt een aantal klikjes. Mag je wel kiezen welke pin je er zelf in duwt? Ja, als jij bijvoorbeeld 3 gooit, dan mag je kiezen of je 1 pin 3 klikjes naar binnen duwt. En je mag ook zeggen dat je 3 pinnetjes 1 klikje geeft. Kun je nog wat vertellen over de ontwikkeling van het spel, waar het ontstaan is, wie het bedacht heeft? Ja, het is een heel mooi verhaal. Het is een middels gepensioneerde priester, heeft dit spel bedacht, 35 jaar geleden. Heeft er destijds eigenlijk niet veel mee gedaan, behalve met zijn kinderen gespeeld. Bij toeval kwamen we deze man een jaar geleden tegen. Hij vertelde over zijn idee, wij hebben het eigenlijk geperfectioneerd. En het afgelopen half jaar ervoor gezorgd dat het in 30 verschillende landen op de markt is. 30 verschillende landen, dat is een respectabele hoeveelheid. En het loopt dus ook echt heel goed? Of? Ja, het loopt heel goed. Met name in landen als Duitsland, maar ook in Japan en Zuid-Korea. Dat zijn landen waar het spel een enorme aftrek vindt. En hoeveel ballons krijg je bij het spel zelf? Bij het ballon zelf zitten 10 ballons waar je mee kunt spelen. Vervolgens zijn er ook aanvullingssets verkrijgbaar. Maar je kunt het ook met ballonnen spelen die in de winkel komen. Zijn er verder nog titels waar Identity Games mee gaat komen die we kunnen verwachten zo tegen de kerstperiode? We hebben eigenlijk 3 titels die genomineerd zijn voor Speelgoed van het Jaar. Boom Boom Balloon is er 1 van. Een ander is Nijntje Verstoppertje Spelen. Een kunstig Nijntje ergens in huis verstopt. Vervolgens zet je hem aan. Elke 10 seconden roept Nijntje iets. En kleine kinderen gaan op zoek naar Nijntje. Erg leuk spel. Kinderen van 2-3 jaar. Een leeftijd waar niet veel spellen voor bestaan eigenlijk. Dus het is redelijk uniek. En we hebben een uitvinding waarbij een iPad in een speelbord klikt. Waardoor je eigenlijk je iPad speelervaring veel groter wordt. Dat bord communiceert met de iPad. Dus jouw zet op het speelbord wordt door de iPad geregistreerd. En vervolgens worden er stappen genomen. Als ik dat zo hoor, zijn die iets meer gericht op de wat jeugdigere bordspelers. Of hebben jullie ook voor de ervaren spelers ook in de selectie staan? Nou, onze doelgroep ligt inderdaad wel tot 12 jaar. Dat is een beetje waar wij de juiste licenties voor zoeken. Dingen die kinderen op dat moment leuk vinden. We hebben geen spellenmakers in dienst die hevig strategische bordspellen ontwikkelen. Maar vaak zijn het ook externe uitvinders die met dat soort ideeën komen. Wat we wel vanaf 1 november hebben is het sportspel van de jongens tegen de meisjes. Je kent het tv-programma, echt een partyspel. Dat is weer bedoeld voor een volwassenen doelgroep. Het is ook de bedoeling dat wij volgend jaar met een nieuw Ik hou van Holland sportspel te maken krijgen. Klinkt veelbelovend. Nou, we kijken ernaar uit. Heel erg bedankt voor je uitleg. We gaan de spellen van Identity Games zien. Jij ook bedankt voor het interview. Succes. Heel leuk.